Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar de grappigste voetbalmoment. Yes, zoals bijvoorbeeld deze voetbalmoment waar het niet heel soepel gaat. Ik weet niet wat ze probeerden, maar ja, zoals je ziet, het gaat gewoon niet heel erg soepel. En ik vind het best wel hilarisch. En geloof me dames en heren, in deze video hebben we nog 40, 50, 60, 70, 80, 90. Misschien nog wel leukere momenten dan dit in het voetbal. Heb je er nu al zin in? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Als je niet binnen 10 seconden abonneert, dan gaat deze gozer midden in de nacht op jou liggen. En gaat hij in jouw oor fluisteren dat je maar beter moet gaan abonneren. Dus abonneer nou binnen 10 seconden. Je hebt er nog 5, 4, 3, 2, 1. Ik hoop dat je nu hebt geabonneerd, want hij komt echt midden in de nacht. Ik zweer het je, hij is een gemene man. Hij gaat je gewoon vertellen midden in de nacht dat je op mij moet abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Oké, laten we gelijk doorgaan met de grappige voetbalmomenten. Oké, hij maakt een sliding, maar deze sliding die gaat iets te ver. Hij vliegt letterlijk van het veld af tegen de cameraman. What the fuck? Hij slijt hem gewoon helemaal door en hij is ook alleen maar in concentratie met de bal. Hij heeft het helemaal niet in de gaten en hij vliegt gewoon keihard op de cameraman. Ja, deze speler was dus geblesseerd en hij ging heel slow met veld af. En ja, de tegenstander stond achter. Dus wat dacht hij? Ik til hem gewoon op. Ik til hem gewoon op. Oh mijn god. Hij heeft vrije schietkans. En hij mist zijn schot. Hij schiet gewoon keihard mis. Hij valt er zelfs bij. Oh mijn god. Ga gelijk door. Hier weer een open goal. En hij doet een beetje sliding. Oh mijn god. Waarom ga je dan ook die skill moves doen? Je hebt gewoon letterlijk open kans. En dan ga je nog stoerder met die skill moves. Waardoor je gewoon letterlijk de bal verliest. En dan ben je echt gewoon de grootste loser die er is. Nou, deze gozer die scoort tenminste wel, maar zijn vreugdedansje verpest het dan weer helemaal. Ik weet niet wat voor een dansje dit is, maar eigenlijk heel stiekem vind ik hem gewoon een baas. Oké, we hebben hier een penalty. Hij trapt hem erin. Wat gaat er gebeuren? Hij... Wat? Wat? What the fuck? Wow, wow, wow. Dat moet ik even opnieuw zien. Hij trapt gewoon zijn voet door de borden heen. Hoe dan? Hij gewoon recht door een reclamebord heen. Ja, dat is denk ik wel de meest aparte celebration die ik tot nu toe heb gezien. Oké, hier is dus een penalty en die keeper is dus gewoon letterlijk het veld aan het saboteren met zijn voet. Hij zorgt er gewoon voor dat de penalty niet goed geschoten kan worden. Dat het gras zeg maar helemaal vertiefd is. En ja hoor, die gozer die neemt dus die penalty en hij glijdt gewoon voluit. Hij glijdt gewoon keihard op zijn mel. Omdat hij dus gewoon eventjes terug lekker, zoals je zag, het gras aan het saboteren is met zijn voet. Nou, jullie weten het. Als je dus een penalty tegenkrijgt, doe even dit. En dan gaat hij er nooit in, want dan glijdt die persoon gewoon lekker uit. Ja, we gaan door naar onze enige echte Louis van Gaal. Want hij wil hier een lekker slokje van zijn water drinken. Maar hij vergeet dat hij een potlood vast heeft. En hij denkt dat hij op zijn eigen gezicht tekent. Dus eigenlijk echt gewoon een heel menselijk foutje. Maar ik weet niet. Ik vond het eigenlijk best wel grappig. Oké, een speler wordt hier volgeslijt. Hij is helemaal pijn aan het hebben en shit. En wat je niet zag waarschijnlijk is dat die coach erachter probeerde de bal te trappen. Maar die gleed ook gewoon uit. Kijk, die gast die valt van de sliding. Hij probeert de bal te trappen en hij flikkert. In eerste instantie zag ik het letterlijk niet eens, maar het is wel grappig. En ik wist het niet, maar de corner kan best wel grappig zijn. Namelijk spelers die hem tegen de vlag aantrappen in plaats van de bal. En dit gebeurt vaker dan je denkt. Hier, dat is één keer. Bam, twee keer. Kevin De Bruyne ook nog. En letterlijk die cornervlag zorgt voor heel veel problemen op het veld, zoals je ziet. Ik vind het wel gewoon echt hilarisch. Boom, hoppakee, op de goal. Hoppa, tegen zijn bakken staan. Nog een keer tegen zijn bek aan. Letterlijk, de bal gaat gewoon twee keer niet erin. Omdat iemand hem gewoon keihard tegen zijn hoofd aan krijgt. Ik zweer het je, als je hoofd niet had, nou, dan hadden ze nu een tegendoelpunt. Oké, we gaan door naar een kooitje. Hij neemt de penalty. Hij wil hem nog een keer schieten. Die schiet hij keihard over. Gaat hij het nog een keer proberen? 3, 2, 1 en... Ik weet niet wat mensen hebben met koppen trappen. Het gebeurt erg vaak dat de bal tegen de kop aan wordt getrapt. Oké, kijk, die goos probeert de bal te pakken. Dit is ook weer zo'n momentje, jongens. Hoe dan? Hoe gebeurt dit? Dit is zo... Het is gewoon echt hilarisch. Stel je voor, je bent gewoon lekker voetbal aan het kijken en dit gebeurt opeens midden in een wedstrijd. Dan ga je toch helemaal stuk. Oké, wat gaat hier gebeuren? Dit ben ik vergeten. What the fuck? Het is geen toeval meer dat iemand op zijn kop wordt geraakt. Dit gebeurt alleen maar opeens. Zo, deze penalty wordt erin geschoten. Nee! Huh? Hoe dan?
Hoe dan? De eerste... Wat? Oh mijn god. Dan heb je ook echt geluk als tegenstander, hoor. De eerste redding wordt gedaan. Die gaat dan tegen de paal aan. En dan ook nog een keer tegen zijn voet aan. Nou, dan heb je zeker geluk als keeper. Oké, hier probeert hij de bal te halen. Nou, dat lukt hem niet. En hij probeert terug te lopen. En hij gaat keihard tegen de vlag van de grensrechter met zijn hoofd. Oh mijn god. Hij doet het alsof het superveel pijn doet. Ik geloof nooit dat dit zoveel pijn doet als hij nu doet, zeg maar. Dit kan nooit zoveel pijn doen. Dit is gewoon één zieke zwalbe. Maar ja, wat ga je doen? De grensrechter rood geven? Hoe werkt dat? Ik denk dat dat niet kan. Volgende speler, die zit hier een leuke celebration te doen. En zijn teamgenoot die wil hem helpen. Die heeft zijn hand al uitgestoken van, ga je nog opstaan? Maar hij negeert het gewoon volop. Word je ook even voor lul gezet op tv bij miljoenen mensen door je eigen teamgenoot? Oké, Ibrahimovic is aan het praten. Ik vraag me gewoon oprecht af. Zou die weten dat die gozer daar stond? Of hoe werkt dit? Hij doet dit sowieso expres. Hij zag gewoon die gozer eraan lopen en hij dacht, even niet. En hij gooit die bal tegen zijn hoofd aan. En dan zegt hij waarschijnlijk tegen de scheidsrechter, oh ja, ik wist niet dat hij er was. Oké, de volgende video is echt geniaal. Maar voordat we daarheen gaan, doe even nog een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Oké, als voetbalspeler speel je natuurlijk altijd op het veld. Maar deze voetbalspeler die dacht, ik ga gewoon lekker in het publiek zitten. Ja, hij besloot dus letterlijk om gewoon lekker in het publiek te gaan zitten. Hij dacht zo, hoppakee, ik ben er helemaal klaar mee. Eigenlijk wat het was, is dat hij super snel gesprint op het publiek afkwam. Hij kon niet meer afremmen en hij dacht, nou ja, kan ik net zo goed maar hier gaan zitten. Maar het ziet er wel echt grappig uit. Hij gaat ook gewoon zo zitten van, ha. En ik weet niet of het aan mij ligt, maar hier klopt niet echt iets. Ze gooien allebei letterlijk wel tegelijk in. Maar ik denk niet dat dat klopt. Ik denk dat het een soort van miscommunicatie is. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oh mijn god. Besef gewoon even dat deze mensen duizenden euro's per week betaald krijgen. En we gaan weer door naar Ibrahimovic. Dat is zeg maar dezelfde speler die net die bal tegen iemands gezicht aangooide. Nou, als er één regel is, is niet fucken met Ibra. Hoppakee, keiharde bitchclap. Je moet niet aan Ibra's kont zitten, want dan krijg je gewoon een bitchclap. Nou, dames en heren, kijk, deze scheidsrechter die moet eigenlijk een voetballer worden. Hij maakt gewoon een panna bij een speler. What the fuck? De scheidsrechter maakt gewoon een panna. Oh mijn god. Deze speler wordt letterlijk gewoon aangevallen. Letterlijk aangevallen door een hond. Ik denk niet dat hij achtervolgd wordt. Volgens mij wil die hond hem oprecht bijten. Hij wordt gewoon aangevallen door een hond. Kijk Cristiano Ronaldo hier. What the fuck? Die journalist zit gewoon lekker zijn ding te doen. En Ronaldo denkt, ik ga gewoon even lekker verschut zetten. Echt geniaal. Echt geniaal. Oké, we gaan door naar het allerlaatste grappige voetbalmoment. En dames en heren, deze is een Nederlandse. Ja, dit is Ajax, zoals je ziet. En daar gebeurt een grappig moment. Dus laten we gaan kijken. Ja, hier gaat het dan gebeuren. Een speler valt. En ja, daar is een Ajax-speler het niet eens mee. Die denkt, wat is dit nou voor lijpe zwalbe? Nou, worden andere spelers boos op hem. En hij gaat denk ik maar gewoon een beetje rondrollen. Omdat die gast een dikke zwalbe doet. Hij zit ook zo van, kan je niet lopen? Ja, kan je niet lopen? Ja, hij was het niet echt ermee eens. Hij vond het, denk ik, een zwalbe. In ieder geval, dames en heren, dit was de video voor vandaag. Vond je dit nou een leuke video en wil je vaker video's met betrekking tot voetbal zien? Doe dan zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Mick en ik zeg Mick out. Dans de kans niet normaal. Weef je in de volle zaal. Kijken doen ze allemaal. De rekening die ik betaal. Wat je verwacht, brak door de dag. Guus in de bek, het is een nacht. Dat ding ga ik denk, een duit in de zak. Ik ben hier thuis, ik ben uit in de stad.